Hey Ad, daar zijn we weer. Ik sta hier naast Amanda Humme en ze gaat zo meteen optreden in het schaatscafé achter ons glazen huis. Amanda, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je eens eventjes vertellen wie je nou precies bent? Ja, dat kan ik. Ik ben Amanda Humme, kom uit Breda. En ik heb al zo'n 20 jaar in bandjes gezongen en sinds een anderhalf jaar solo. En wat voor muziek gaan we daar horen van jou? Ja, eigenlijk van alles. Ik kom een beetje uit de allround hoek, dus ik zing eigenlijk van alles. Een beetje disco, een beetje rock, maar ook Nederlandstalig. Zo gezellig feestmuziek. Ja, absoluut. Hey, maar wat heb je nu zelf met het onderwerp? We staan hier natuurlijk voor KWF. Wat heb je zelf mee? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik heb een paar collega's waarbij borstkanker is geconstateerd. En dan komt het in één keer heel dichtbij. Dat zijn directe collega's van mij. En dan denk je, ja, mij overkomt het niet. Maar het slaat niemand over. Dus het is belangrijk dat er geld komt. En dit is natuurlijk jouw manier om jouw steentje bij te dragen. Absoluut. Ik ga je alvast heel veel succes wensen voor zometeen. Ja, dankjewel hè. Zet hem op hè. Nou Ad, ze gaat het schaatscafé in. En dan zullen we nou, ja, ik denk dat we gaan nu naar het optreden kijken. Dag. Ik ben een weekje naar Milaan gegaan en ging helemaal alleen. Zelfs mijn trouw die me gaf vandaan, zat er netjes doorheen. Ik beloofde om getrouwd te zijn, zou mezelf wel laten gaan. Ik heb de fijne schuld gegeven, toen ik me daar te winnen. Maar het was stil niet hoe ja. Wat zie ik? Weet niet eens naar hoe die heette, ben ik kwijt. Maar wat kan ik me stelen? Het is een jongetje, zeg maar zoiets. Maar zo wil je er een baby. Elke nacht werd ik met hem een groot feest. Ik heb mijn bank in woorden. Vertelde jij over je vrouw? En je had ook zin in kinderen. Dat was mijn bestaan. Ik zei, doe ze maar de groeten. Ik wil ze niet ontmoeten. Misschien tot